Hallo, mijn naam is Boele. Ik ben 11 jaar oud en ik heb dit jaar 2021 Designathon gewonnen. Er wordt heel veel energie gebruikt dat niet goed is voor de natuur. En misschien kan dit idee dat een klein beetje veranderen. Bij het prototype heb ik hier allemaal windmolentjes en zonnepanelen bij het voetbalveldje neergezet. Hier heb ik bomen geplaatst die goed tegen luchtvervuiling kunnen. Afvalbakken die het afval sorteren gemaakt. En een schommel en een draaimolen. Die wekken energie op doordat er kinderen op gaan spelen. Iemand gaat schommelen en dan komt hierdoor de wrijving energie vrij. En dan loopt het zo via de zo naar beneden. En dan gaat het zo naar een huis of gebouw in de buurt. Ik denk dat er misschien wel wijken zijn die een speeltuin leuk vinden. En als ze dat doen, dan gaan ze op spelen. Daardoor wordt er energie opgewekt, terwijl het juist leuk is. Dat ze ook beter omgaan met de natuur. Anders gaat alle natuur weg en dan kan je niet goed spelen en is de lucht helemaal vervuild. Soms dan ga ik naar het bos en daar is het fijn om te zijn, omdat je dan gewoon mee in de natuur staat. Alleen als dat weggaat door de klimaatverandering, is dat niet fijn.